De samenleving is vandaag geconfronteerd met verhoogde benzineprijzen. De marktconforme prijzen voor ongeloden benzine zijn doorgevoerd, waardoor er nu 17 SRD en 90 cent moet worden betaald bij de pomp. Een verschil van 1 SRD en 90 cent. De prijs voor V-Power is 21 SRD en 61 cent. De redactie sprak enkele autobestuurders over het bezuinigen op benzinegebruik en de verhoging van de benzineprijs. Nou, in een moment minder gebruik voor benzine, als je doet ook, je blijft tanken, je blijft doen ook. Want je kan ook tanken minder. Want als je tanken minder, dan je ook minder en dan je nog maar jong. Aan de ene kant vind ik het wel erg. Ja, heel erg dat het zo snel naar boven is gegaan. Maar het feit dat men ons al op de hoogte heeft gezet van tevoren dat het nog hoger zal gaan, dan zeg ik dat berust ik me erin. Ja. En gaat u nu minder gebruik maken van uw auto? Gaat u minder tanken? Nee, dat sowieso niet. Aan de hand van wat ik allemaal moet doen, zal ik het moeten gebruiken. Het werkt sowieso, natuurlijk. Ja, dus dat, het werkt het meest. Ik ga niet wakker. Ik minder gebruik van wakker. Ik ga niet wakker. Dus, bezuinigd op is dat? Ja, man, bezuinigd. We zijn aan het doen, man, bezuinigd. Voer money voor u. Ja, verschil misschien ja, want afstand zijn er hier verstaan. Ja, bijna heel onderdruk. Enkele reacties van burgers. Opmerkelijk is dat alle personen die de redactie sprak benadrukten niet meer in staat te kunnen zijn om te bezuinigen. Eerder zei minister Saskia Walde dat de prijzen bij de pomp omhoog moesten. De bewindsvrouw stelde dat subsidiëren van benzine niet langer vol te houden zou zijn door de staat. En dat het de bedoeling is de subsidie langzaam maar zeker af te bouwen.